Op het Terloopplein klonk zondagmiddag het startschot voor de tweede reuzenloop van Borgerhout. Bijna 400 deelnemers, een dikke 200 meer dan vorig jaar, liepen een afstand van 5 of van 10 kilometer door de straten van het district. Het parcours leidde hen ook via de Cityparkspoor Oost en zelfs doorheen de kelders van muziekcentrum Trix aan Hof Terlo. 17 minuten later liep de eerste loper door de finish op hetzelfde Terloopplein. Want daar vond tegelijkertijd het Terloopplein feest plaats, met verschillende eet- en drankkramen, voetbalwedstrijden, optredens en allerlei spelletjes. Tot groot jolijt van de allerkleinsten.